VSH Community Fund heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo medische apparaten geschonken ter waarde van $50.000. VSH heeft 2 Lucas apparaten en een Prismaflex apparaat geschonken voor onder andere de intensive care afdeling en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Volgens Maliniram Sundersing van de HRM afdeling van VSH heeft de Community Fund als doel duurzame projecten te ondersteunen. De apparaten zullen daarom goed onderhouden worden door het AZP en de VSH, zegt Ramsunder Singh. Lindy Leukifa, medisch directeur van het AZP, geeft aan dat de 2 Lucas-apparaten of borstcompressieapparaten gebruikt worden bij patiënten die een hartstilstand hebben gehad. Het Prismaflex-apparaat is voor acute nierdialyse. De intensive care unit zal hiermee effectiever kunnen functioneren, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt, zegt Liu Kifa. Met de Lucas-systemen kan er effectiever hartmassage worden uitgevoerd bij patiënten met een hartstilstand. Dit zal de kans op overleving na een hartstilstand drastisch vergroten. Ons specialistisch team zal het gebruik van de Lucas later in het programma kort demonstreren. Onze toekomstvisie is gericht op het opzetten van een academisch medisch centrum met diverse centers of excellence die optimale, betaalbare en klantvriendelijke zorg gaan garanderen voor de Surinaamse samenleving. Deze donatie draagt bij aan het verder professionaliseren van de zorg en de dienstverlening aan de Surinaamse gemeenschap en zo komen wij weer een stukje verder bij het realiseren van onze doelen. We zijn bijzonder veel dank verschuldigd aan VSH United voor deze geste. Many, many thanks daarvoor. Wij garanderen u dat we optimaal en verantwoord gebruik zullen maken en adequaat het onderhoud zullen doen. Dus voor verduurzaam, daar hoeft u zich eigenlijk niet zoveel zorgen over te maken, maar alles gaat een keer kapot. Dus we komen waarschijnlijk wel weer terug. Nawin Ramdani, leidinggevende op de intensive care, benadrukt dat deze apparaten heel welkom zijn. Dagelijks worden de mensen gereanimeerd. Op de verschillende afdelingen waar dit gebeurt, heeft het AZP nog grote stappen te maken, zegt Ramdani. En een van de grote stappen die we maken is met de Lucas. 1, omdat de kwaliteit van massage zeg maar, beter is. Dus de hartmassage bij CPR, bij een reanimatie, een hartstilstand of onwelwording. En ook de outcome zeg maar, lijkt in elk geval zeg maar, op korte termijn beter te zijn. Men is nog met de studie ook nog verder bezig. Maar dat project loopt al 10, 12 jaren al in Europa en in Amerika. En is inmiddels op alle ambulances ook. Om een idee te geven hoe ver wij nog van topzorg staan. Ja, dus het is een goede stap. We deden alles manueel, hè, met mankracht masseren. Dit is effectiever. Dit is consistenter ook in de diepte van massage. En ook in de frequentie van de massage, wat de outcome gaat bepalen. Fijn is dat we ook een andere donateur hebben bereid gevonden, ja, wiens naam ik zeker niet zal noemen vandaag. Maar die heeft inmiddels ook alweer een Lucas gesponsord. En dat klopt bij de ketenzorg die wij nastreven. Dat was Noeen Ramdani, leidinggevende van de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij sprak over de apparaten die zijn geschonken door VSH Community Fund.